mensen, we leven in een bijzondere tijd. Ik hoop dat jullie ook in een bijzondere tijd leven, dat je dat zo voelt. Maar we zijn natuurlijk als lichaam hier in Den Haag, als kerk, een van de kerken in Den Haag, zijn we natuurlijk één. En wat mooi is, gisteren waren we bij een leidersdag. En in Amsterdam was ik een dag en met Erald. En Erald spreekt nu in Breda. En vanmiddag dan rijd ik met mijn auto naar Utrecht toe. En Erald komt vanuit Breda naar Utrecht. En daar rijden we dan samen door naar Groningen. Want vanavond hebben wij de allereerste openbare meeting van CLC Groningen met de Vision Night. Ja, 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 daar ben ik heel blij mee. Dus bid daar ook lekker voor. Best wel spannend. Het team is helemaal zitten te doen en te werken en zo. Als het goed is, het is natuurlijk goed, maar we hopen ook iemand te hebben die komt bij de girls, een man. En de rest verklap ik niet, maar wel interessant allemaal. Dus we hopen dat hij komt. Ik hoop dat je komt, want we hebben de vrijdagavond bij de girls. Oh ja, ik ben nog niet klaar. Dan zijn wij vannacht in Groningen. En morgen zijn wij dan koppelen we dan wat gesprekken eraan vast. Leeuwarden gaat er dan ook. Dus wij komen de nacht van maandag thuis. Dinsdagochtend heel vroeg. We moeten over Utrecht weer om mijn autootje op te halen. En dan hebben we dinsdag de generalen. Nou, dan weet je een beetje, kan je bidden voor ons. En verder ben ik heel lang hier, rustig hier in Den Haag. Dus dan weet je dat ook weer. Anders denk je, wat doet ze allemaal? Hey, keep it simple. En ik heb daar, we zijn bezig met de serie Keep It Simple. En ik hou het eenvoudig, hou het gewoon eenvoudig. En daar heb ik een paar punten bij. Maar er zijn best wel over dingetjes na te denken. Dus ik hoop dat je ook meeschrijft en wat dingetjes. En ik hoop dat je daar wat openbaring ook over krijgt. De eerste wat ik je wil meegeven is, train je focus. Je focus, je blik, waar je naar kijkt, waar let je op, wat zie je? Dat is oh zo belangrijk. En heb ik bij 1a heb ik als eerste gezegd, Psalm 25 vers 1, naar u Heer gaat mijn verlangen uit. Als wij beginnen met een focus te trainen, dan hoop ik dat je niet zegt, oh mijn verlangen gaat uit naar de kerk, leuk met die vriendschappen en zo. Ja, prima, leuk met de tieners en leuk met Young & Free en straks gaan ze elkaar weer, weet ik veel, lezen gamen geloof ik in het Zuiderpark. Allemaal leuk, maar ik hoop dat jouw verlangen allereerst naar God is. Dat je naar God gaat, dat je zegt, Heer, ook maandag en dinsdag en woensdag, mijn verlangen gaat allereerst naar u uit. U bent degene die eeuwig leven geeft. U bent degene die bevrijding geeft. U bent degene die het geknakte doet opstaan. U bent degene die mij verder helpt. Ik heb allemaal boeken van mij. Jawel, dat is nog mijn serie boeken, want we wonen 10 jaar in het huis. En zoals jullie weten, zijn we half in de verhuizing bezig. En we hebben 10 jaar nooit wat opgeruimd. Dus we hebben dozen vol met boeken en dingen die we niet meer in ons kleine huis, maar ergens kwijt kunnen. Boekenkasten kunnen er niet meer in allemaal. Dus we hebben allemaal boeken. Dus dit is nog steeds weer een nieuwe stapel, zootje wil ik zeggen, maar dat is niet zo. Een hele stapel boeken. En ik hoop dat we jou blij mee kunnen maken. En dat je daarmee Stichting De Haven blij kan maken. Ik ga het toch even noemen. Stichting De Haven is tegen mensenhandel in deze stad. Niet ver weg. En ik ben helemaal voor E21. Ik loop helemaal mee daarin. En je mag E21 sponsoren, wat je wil. Want ik hoop dat je biddend meeloopt zaterdag over 2 weken. Want dan kan je verandering maken. We hebben vorig jaar en het jaar daarvoor de kranten gezien. Dat er dingen aan het licht waren gekomen. Die waar je niet van wil weten dat hier was in Nederland. Gewoon hier in onze regio. Dus ik hoop dat er nu weer dingen aan het licht komen. Als jij en ik biddend daar meelopen en gezien worden. Maar goed om dat te sponsoren, maar we willen als kerk proberen we een bedrag van 22.500 euro op te halen. Want dan gaat de regering korting of een bedrag erbij geven voor Stichting De Haven hier in deze stad. Om ex-prostituees te helpen. En nu is dat eventjes, is een hele diepe. De gedachte was, ik geloof dat het van de Heilige Geest was, om deze mensen te helpen die geen hulp hebben. Maar het punt was, ik wilde dat in deze stad doen, als kerk. Dat we het samen doen, vandaar dat project, vandaar mijn boeken verkopen. Anders zou je zeggen, jongens, laat maar. Maar ik heb al honderden euro's, haha, voor Stichting De Haven. Dat vind ik leuk, dus ik hoop dat je zo meteen er naartoe rent. Maar dat is het niet, wat ik wil zeggen. Ik wil nog meer zeggen. Ik wil zeggen dat
In augustus, in zijn voorjaar, had ik dus het idee om dit te doen. Maar in augustus hebben ze bij de politie een keus gemaakt dat die ergens anders voor meer ingezet moet worden. Logisch, duidelijk, gezien wat er allemaal in Nederland dus ook gebeurt. Alleen, de prostituees hadden minder en hebben minder bescherming en beveiliging. Wat gebeurt er? Er is in de maand augustus heel veel mensen gewoon... hoe zou ik het zeggen, misbruikt, veel erger, veel dan ooit. En nu, daardoor, zijn er nog nooit zoveel mensen eruit gestapt, daaruit. En hebben ze dus nu het heel druk bij Stichting De Haven. En hebben ze dus nu gezegd, omdat deze kerk gezegd heeft, al beloofd heeft dat we ze gaan helpen, hebben ze al een extra maatschappelijk werker gewoon nu professioneel betaald. En dat is nu per 1 oktober is dat nu begonnen. Ik ben daar dankbaar voor. Dat helpt. Snap je even met elkaar? Kunnen wij helpen? Ja. En ik ben er blij mee. Oké. Okay. 1b over keep it simple. Train je focus. En dat is, als je een probleemoplosser bent... En ik geloof dat ik een probleemoplosser ben. Daar is niet iedereen blij mee. Erald zegt wel eens, ik heb liever begrip en dan probleem oplossen. Dus ik moet ook wijsheid hebben. Hè? Maar ik heb altijd, ik vind het makkelijk. Ik denk, oh, dat kan nog en zus en zo. En daar ben ik soms misschien wat te snel in. Maar daar moet ik op letten. Maar het is wel handig als je een probleemoplosser bent. Want dan kan je dingen oplossen. Hè? En het punt is, je ziet vaak dingen die niet goed gaan. En je moet je dan focussen. Ik moet me leren focussen op de dingen die wel goed gaan. En de dingen die mooi zijn. En de dingen die gewoon van de Heer zijn. En dat andere, dat komt wel. Maar dat moet je niet altijd toepassen. Weet je, het is makkelijk om te zien wat er mist. Maar het is moeilijker om te kijken wat goed gaat. En ik wil je gewoon aanraden. Heb je hoop op de goede dingen. De wereld is zo makkelijk om te kijken. Dat is fout. Dat is niet goed in je familie. In deze stad of in het land of in de politiek. Of weet ik veel waar allemaal. Maar laten we kijken op wat wel goed gaat. En laten we verder voor die andere dingen oplossingsgericht zijn. Heb je focus. Train je focus om op het goede te zien. En niet op het negatieve. 2 Samuel 6. Vers 16, even over de ark, over een stukje over de focus. Toen de ark de Davidsburg, dat was Jeruzalem. En Jeruzalem, we hebben krantjes over Israël, over Jeruzalem. Omdat vandaag in de protestantse kerken extra gebeden wordt voor Jeruzalem. Doen wij daar ook in mee in dat opzicht. En we bidden voor iedereen daar, maar we bidden ook voor het volk van God en voor de vrede van Jeruzalem. Voor iedereen die daar woont. Ja, dat begrijpen we, hè? Ja, niet politiek Jeruzalem, maar wel gewoon voor het volk van God en voor de vrede van Jeruzalem. Maar goed, eventjes verder, de Davidsburg. De ark werd binnengedragen, dus het verbond van God, de tegenwoordigheid van de Heer. Wij kunnen in ons lichaam als tempel van de Heilige Geest, de vrede, de vrucht van de Heilige Geest, maar ook de tegenwoordigheid van de Heilige Geest binnendragen op de universiteit, op de Haagse Hogeschool, op het schoolplein. Ik loop tegenwoordig elke 14 dagen op het schoolplein met onze kleindochter Jenna, dus op de voorschool. En, maar waar je bent, kan je iets van de Heer dragen. Nou, hier de Davidsburg. En daar stond Michal, de dochter van koning Saul. Die was toen eerst koning en later werd David koning. Al op de uitkijk bij haar venster. Ze zag koning David. En hier heb ik het over focus. Wat zie je nou? Je zou zeggen, oh kijk, ze kijkt. Hey, ze keek naar haar man. Nou, is prima om naar je man te kijken. Maar er kwam wel de ark binnen. De tegenwoordigheid van God werd binnengedragen. En ze had een focus op haar man. Boven haar man is God, is haar... Weet je, ik zou zeggen, ze had haar focus moeten hebben op die ark, op die tegenwoordigheid en die vreugde van, oh, die ark komt. Maar goed, ze zag koning David, haar man, de koning dansen en springen voor de Heer. En haar hart vulde zich met blijdschap en ze ging ook springen. Nee, helaas, nee. Haar hart vulde zich met minachting. De ark van de Heer werd neergezet in de tent die David ervoor had opgericht. En David bracht de Heer brandoffers en vredeoffers. Man, wat een feest. Na afloop daarvan zegende hij het hele volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Even verder. Even verder, nog een vers.
Volgende vers. Nou, in elk geval, ik vertel hem wel. Misschien vergis ik mij. Dan had ik gedacht, hij is er, jawel. Aan het heel het volk, aan de aanwezige Israëlieten, zowel de mannen als de vrouwen, liet hij brood, gedroogde dadels en rozijnen uitdelen. Daarna ging iedereen naar huis. Ook David ging naar huis, om zijn familie en bedienden te zegenen. Michal, zijn vrouw, kwam hem tegemoet en zei, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Spotternij, minachting, oordeel, beschuldigen, negatief praten. Voel je hem even? En dat kwam door haar focus. Ze had blij kunnen zijn. Ze had kunnen zeggen, wauw, de ark komt weer terug in de hoofdstad, in de regeringsstad. Wat mooi, feest allemaal, ik doe mee. Maar ze hoefde niet mee te doen. Maar ze had minachting voor een ander die blij was voor de tegenwoordigheid van de Heer. Wow, laten we oppassen wat we doen als we over andere mensen praten. En dan staat er, de koning van Israël heeft zich vandaag wel bijzonder waardig gedragen. Als de eerste, de beste dwaas, beschuldigen, heeft hij zich voor de ogen van zijn slavinnen en onderdanen ontbloot. Nou, hij liep niet in zijn blootje, hij liep in zijn onderkleding. En in zijn linnen onderkleding. Daarna antwoordde, David antwoordde, en dat is goed. Hij antwoordt. Sommige mensen geven geen antwoord op onrecht. Die zeggen niks. Wees niet bang. Hup, mond open. David deed dat ook. David antwoordde, dat deed ik voor de Heer. Lieve mensen, doe je mond open voor wie je iets doet. Je gaat zondags naar de kerk. Niet voor jezelf, niet voor CLC, niet voor mij. Je doet het voor de Heer. Die mij heeft aangesteld als vorst over het volk. Hij geeft God de eer over Israël. En mij zo heeft verkozen boven jouw vader. Hij haalt meteen eventjes de waarheid boven. En heel zijn familie, voor de Heer danste ik. En dan zegt hij uiteindelijk, ik danste voor de Heer. Lieve mensen, over focus. Keep it simple. Heb een goede focus. Ja? En dat is misschien makkelijk gezegd, maar gewoon doen. En dan staat er verderop, staat er nog, dat zij haar hele leven onvruchtbaar bleef. Wie weet, had dat wel hiermee te maken. Voor minachting, dat ze verkeerd haar focus had. Ze had de focus moeten hebben op wat er gebeurde. Dat er iemand was die de ark binnenhaalde. Die de tegenwoordigheid van God binnenbracht. En die ga je ondersteunen in plaats van minachten en beschuldigen. Ja, mooi hè? Ik vind het mooi om te zien van train je focus. Wij kunnen onze focus trainen. Dat is een keuze. Psalm 18, vers 36c. En daar staat, uw woord maakte mij sterk. Dat is mooi. Het woord van God wil jou en mij sterk maken. Dat we de goede focus houden. Dat we de goede kant op gaan. Dat het gewoon, het is niet zo moeilijk. Het woord van God is makkelijk om dat te lezen. En dan zeggen we, Heer, help mij. En ik heb nog een punt. Zie wat God wil dat je ziet. Vraag om openbaringen. Vraag om geloof. Vraag om dat je de toekomst kan zien vanuit geloof. Niet vanuit de omstandigheden. Maar God wil dat we de toekomst zien vanuit geloof. God zei tegen zijn volk, ik zal je bevrijden uit Egypte. Nou, ze konden naar de omstandigheden kijken, al die plagen en al die toestanden. Zeiden, oh, die boze farao, laat ons nooit gaan. Nee. Ze keken naar wat God had gezegd. En God had geloof gegeven en dat zij eenmaal uit Egypte zouden komen. En weet je, God geeft jou en mij ook beloftes. En ik moet denken eigenlijk aan het stukje van de Samaritaanse vrouw. In Johannes 4, daar staat dat ze bij de put zit. Wonderlijk genoeg, de Heer Jezus praat met deze vrouw. Deze vrouw heeft overspel gepleegd met wel 5 mannen. En het punt is dat de Heer Jezus zegt, ik heb aandacht voor deze vrouw. Zij was Samaritaans, niet Joods. En hij zegt, hij doorbreekt de wet. Hij zegt, ik zie naar mensen om. Ik zie haar. Ik kijk naar haar. Ik praat met haar. Maar nu komt het. De Heer Jezus heeft dan over, dat ken je dat stukje misschien wel, over bij die put. En dan zegt de Heer Jezus van, als je mij kent, ik zal stroom van levend water geven. Maar dan is die focus van die vrouw niet geestelijk. Maar heel aards. Heel natuurlijk, heel erg naar de omstandigheden. En zij geeft dan als antwoord, in de NBV-vertaling staat dan van, ja, maar hebt u dan een emmer om te putten? In de andere vertaling staat, hebt u dan een kom of hebt u dan een kruik dat je kan putten, dat je water kan scheppen?
Hé, maar de Heer Jezus bedoelde helemaal niet zo'n stomme emmer. De Heer Jezus bedoelde helemaal niet zo'n gewoon wat omstandigheden was. De Heer Jezus bedoelde het levende water. Hoe vaak hebben wij dat niet? Dat wij ergens zijn en dat wij niet, dat wij het aardse wel zien. Maar dat we niet zien dat we op weg zijn en dat er iets van het goddelijke, iets van de Heer is. Iets is van gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Dat er dingen kunnen komen hier wat er nog niet is. Dat wij de toekomst zien met de ogen van de beloftes van de Heer. Dat er een hoopvolle toekomst is, ongeacht omstandigheden. Ongeacht dat de dingen niet goed gaan. Ik moet denken aan een orkaan. Waar toen een hele kerk voor is gaan bidden in Amerika een paar jaar geleden. En dat er toen gebeden is en iedereen zei het. En de voorspellingen waren dat dwars over die stad en door die stad die orkaan zou komen. En iedereen was bang en er werd opgeroepen om dat die stad te verlaten. Evacuatie. En toen hebben ze, een kerk heeft daar gebeden. Heer, u bent bij machten om die storm om de stad heen te doen. En tot op het laatste moment, op het allerlaatste moment. Maar de storm ging helemaal om de stad heen. Ik denk, wauw, er zijn soms van die dingen dat je de omstandigheden ziet. Maar God wil dat wij de geestelijke dingen zien. God wil dat onze focus is op het bovennatuurlijke. Op wat Hij kan doen. Wat er nog niet is. En soms moet je daarvoor bidden. Voor schuldvrij. Of voor je familie. Dat ze allemaal in Gods huis komen. Bid mee elke dag. Voor bescherming. En dat de kerk niet één keer gevuld. Dat ze worden twee keer gevuld. Ik hoop. Dan kom ik weer bij mijn girls. Ik hoop dat je bidt dat het hier gevuld zal worden. Het is de mogelijkheid om donderdag en vrijdag. Ik zou donderdag komen. Want we hebben tweedehands kleding. Want vrijdag hebben we de tieners natuurlijk erbij. Die mogen ook donderdag komen. Komen, hoor. Maar we hebben ook vrijdag een bus van Tilburg, CLC Tilburg, die komt. En wij hebben een. En dan hebben we ook nog meer uit Rotterdam die gewoon met auto's gaan komen. Lieve mensen, ik kan je aanraden van kom op tijd. Er is iets wat God aan het doen is. Er is iets om vrouwen te waarderen en om vrouwen te inspireren om te doen zoals God wil dat je zal doen. Dan worden alle mannen blij van, toch? Ja, nou, dan stuur je vrouw gauw met een paar centjes hier naartoe. Want dan kunnen we die Stichting De Haven. Eva, de eindverantwoordelijke, de manager van Stichting De Haven, zal 8 minuten ook hier wat delen over gewoon het werk van wat ze hier in deze stad doet. Ik wil dat onze kerk bekend zal staan. Ik vertelde dat toen over Bonaire, dat wij toen mensen die connecties, sterke connecties hebben met de Tweede Kamer, dat er iets over welzijn, dat er gezegd werd, dus jullie zijn een kerk die denken aan mensen voor welzijn en die zelfs daarvoor geld geven voor je stad. En toen dacht ik, heer, dit is wat we willen. We willen dat we een voorbeeld worden als regeringsstad voor andere steden in het land. Waarom? Omdat God liefde is. Gewoon daarom. Het gaat niet eens om CLC, maar ik vind het wel mooi dat als kerken weer geëerd worden voor het goede werk wat ze namens de Heer doen. Vind je dat niet mooi? Ik hou daarvan. Oké, ik moet gauw eventjes door. Tweede punt. Jullie denken, keep it simple. Ja, dan komt het tweede punt hoor. En ja. Goed denken geeft goed leven. En daar bedoel ik mee van, als je positief denkt, dan is het leven ook positiever. Dan is het leven beter. Dus in die context bedoel ik het. Dus niet van, als je alleen maar goed denkt, gaat alles goed. Want er zijn gewoon dingen die gebroken zijn en zo. In deze wereld en onvolmaakt. Maar er is wel, als je goed denkt, dan gaat het beter. En we hebben net het lied vanmorgen gezongen met de worship. Ik ben wie God zegt dat ik ben. Ik kan doen wat God zegt wat ik kan doen. Dat is mooi. Dat is krachtig. Dat is levendig. Weet je, we zijn geprogrammeerd voor overwinningen. En we zijn geprogrammeerd om van kracht naar kracht te gaan. Met het woord van God en met geloof van Hem. En met de bijstand van de Heilige Geest en met zijn troost en met zijn hulp. Weet je, en met zijn wijsheid. Laten we elkaar daarin aanmoedigen en elkaar daarin bemoedigen, weet je. En Rahab, en dat is een hele mooie. Zij was ook, ja, ik weet niet waarom ik nou toevallig opeens dacht ik, hé, ik heb het allemaal over die prostituees. Maar Rahab in Jericho, prostituee. Zij had gefaald met haar leven. Zo voelde dat. Zij werd buitengesloten. Want oordeel, beschuldiging. Maar deze vrouw zocht haar hoop bij de God van Israël. En Israël kwam dichterbij en die zond 2 verspieders. En toen zei deze vrouw,
Niemand in heel de stad van het beloofde land, niemand wilde deze twee verspieders helpen. Maar deze Rahab, deze prostituee, die zei, ik zal ze verstoppen op het dak van mijn huis. En toen de soldaten kwamen van de koning, toen zei ze, ze bracht hen op het dwaalspoor. Nee, ik heb ze gezien en ik denk dat ze al de stad uit zijn. Ga ze maar gauw achterna, dan kan je ze nog halen, achterhalen. Weet je, er is een God van Israël. Een God voor ons allemaal. Er is een God. En die God, daar had ze geloof voor. En daar krijgt ze ook het loon van die God. Eén huis, want God denkt niet aan één persoon. God denkt meteen aan families. Eén huisgezin. Eén huis. Van die hele stad Jericho. Van die hele muur. Eén huis. Blijft recht overeind staan. Blijft gered. Wordt gered. En dat is het huis van die hoer. Van die prostituee. Van Rahab. Door geloof. Het maakt niet uit wat ons of jouw achtergrond is. Het maakt niet uit welke fouten je hebt gemaakt. Of waarin je hebt gefaald. Eén ding maakt wel uit. Of jij en ik de God van Israël kennen. Of wij in die God geloven. En dan zegt de Heer, je bent buitengesloten, maar je mag bij mij komen. Je hoort er weer bij. Weet je, je dacht dat je niet bruikbaar was, maar ik kan jou gebruiken om twee spionnen te helpen te overleven. Lieve mensen. En dan, ze trouwt met iemand, met een Israëliet. En dat het leuke is, en dan wordt Boas geboren, die trouwt weer met Rut en die krijgt weer een kleintje en dan nog één. En dan krijg je op een gegeven moment dat zij in het voorgeslacht zit van koning David. En zelfs in de voorvaderen, in de geslachtslijn van de Heer Jezus Christus. Als jij denkt dat je onbruikbaar bent, dat je een mislukkeling bent, dat je gefaald hebt, bij God is er een kans. Pak hem. Pak hem. Keep it simple. Pak die kans. Denk het goede en je zal een beter leven hebben. Derde punt. Doe niet minachten. Minacht niet het kleine begin. Vaak hebben we een kleine begin. En soms heb je labels. Ook bij dat klein. Soms heb je een label. Koning David, die begon met de schapen. Maar hij had een label. Toen hij later, hij was al lang tot koning gezalfd. Door de grote profeet. De hele familie wist het van hem. En dan veel later, dan stuurt zijn vader David. Hey, ga even kijken bij je broers. Breng wat eten. Op het oorlogsveld. En dan gaat David. En weet je wat ze dan zeggen? Die oudste broer zegt dan. Dat is die label, dat negatieve. Oh, moet jij niet terug naar je schapies? Wat doe je hier? Zo, hè? Lieve mensen, er zullen misschien labels op jouw leven geplakt zijn, of op mijn leven. Van dit ben je, of dat ben je, of zus of zo. Lieve mensen, luister naar wat God zegt. Keep it simple. Wat God zegt, daar gaat het om. Oh, focus op Hem. Luister naar het goede van Hem. En denk positief, dan is je leven ook positiever. En ook gewoon, het zijn soms die kleine dingen. Maar die kleine dingen haal je onderuit of richt je op. Je bent uitgekozen, je bent waardevol, je bent hersteld. Je bent een masterpiece, je bent één van gewoon het enige. Er is geen duplicaat van jou. Jij bent de enige die zo is, weet je wel. One of a kind, zo belangrijk. En de laatste. Om je doel te bereiken moet je sommige dingen achter je laten. Gewoon keep it simple. Sommige dingen moet je achter je laten. 1 Koningen 19. Laat u die gauw even lezen, vers 19. Elia ging weg van de Horeb en toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Soms heb je dat je mensen om je heen ziet, je familie of wie dan ook. Je ziet iemand en als jij je mantel, de zalving van de Heer, de gerechtigheid van God, zijn goedheid, zijn tegenwoordigheid, brengt op een ander, brengt met woorden, met bemoedigingen van, joh, God ziet jou en er is een hoopvolle toekomst. En er zijn, zoals hier, er kwam een mantel op Elisa.
En meteen veranderde hij. Meteen. Hij veranderde. En dan staat hier. Als die mantel over hem kwam. Meteen liet Elisa zijn ossen. Ik zou zeggen assen, maar nee, zijn ossen in de steek. En rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe, is een hele goeie. En dan staat er, Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van een juk en bood het zijn knecht aan. Daarna ging hij met Elia mee naar en diende hij. Weet je, lieve mensen, als jij geroepen wordt voor meer dingen van de Heer, soms moet je gewoon goodbye zeggen tegen misschien vrienden of tegen gewoontes of tegen misschien die plek. Hier was het voor, tegen zijn vader en moeder. En daar staat, het moet niet, het mag, het was een vrije keus. Maar hij proeft iets over de zalving, die mantel was op hem. En hij dacht, ik wil God volgen, ik wil dat doen, ik wil voor hem een dienaar worden. En weet je wat dat dan is? Hij zei, hij kuste zijn ouders goodbye en hij ging een barbecue houden. Jawel, een barbecue van die span met ossen. En dan ging vlees uitdelen aan iedereen. En hij zei, het is een feest, want ik ga de Heer dienen. Lieve mensen, laat dingen los. Soms zijn het niet de vrienden van je bestemming. Soms zijn dingen die jou af kunnen houden voor een groot werk, voor een mooi doel, voor een focus met God. Keep it simple. Laat niks je tegenhouden om zijn werk te doen. Amen.